aan tafel. Fijn dat ik aan tafel mag zitten. Ja. Niet alleen maar weggestopt. Ik zat zelfs achter meneer Baudaar. Dat vind ik toch wel heel nog grotere afstand. Dan je begint aan een comeback, volgens mij. Het gaat steeds beter met je. Leg jij nou eens uit wat het programma goed, fout, inhoud. Nou, het is een programma waarin we gaan kijken van... ja, wat kun je nu nog zeggen? En ook met de cancelcultuur die om ons heen hangt... als soort van zwaard van Damocles. En dat doen we aan de hand van actuele onderwerpen. En we doen dat ook aan de hand van fragmenten van vroeger. Wat voor fragmenten krijg je dan te zien, Katja? Nou ja, we hebben bijvoorbeeld in de eerste aflevering... hebben we het ook even gewoon over... Hè, want Edson en Martijn hebben zeer recent het ook aan de hand gehad... dat ze iets hebben gedaan wat niet... in de scène gezet. Edson is presentator van het programma Gewoon Bloot. Een programma waar je kinderen blote lichamen... vragen stellen aan mensen met blote lichamen. Martijn heeft een roast die slecht is gevallen bij veel mensen over bed. Ja, en daar wou ik nog even zeggen, dat is een hele achtbaan geworden. En als je het hebt over de cancelcultuur, nou, daar ben ik nu het leidend voorwerp van. Leg eens even uit wat de cancelcultuur precies is. Nou, wat is gebeurd? Nou, ik wil heel kort daar even iets over zeggen, omdat ik zit natuurlijk nu in een soort achtbaan... en ik word zelf eigenlijk een soort van gecanceld natuurlijk. En ik wil even één ding zeggen, omdat, ja, het is zo'n bizarre tijd waar ik in één keer in zit. En ik wil toch op één ding terugkomen, dat Peter van der Vorst in één keer... de baas van RTL, daar ben ik dan ook in één keer mee in conflict. Die heeft op BNR Nieuwsradio hele heftige uitspraken gedaan. Daar wou ik heel even op terugkomen. Je hebt vertrouwen geschaad in hem. Ja, en hij heeft meerdere dingen gezegd. Maar daar wou ik even twee dingen over zeggen. En één is dat Eva Jinek... ik heb Eva Jinek aangeboden om die column te lezen voor het programma. Zij is niet op die uitnodiging ingegaan. Oeh, dat vertelt zij andersom, hè? En twee is dat de redactie wel degelijk op de hoogte was van de strekking van de column. En Peter van der Vorst heeft zelf die appjes. Dus ik vind een hele rare maar eerder raar gezegd, hoe het nu allemaal loopt. Maar in de vooravond heb je gezegd dat je dat nooit doet. Dat je mensen... Er is een verschil tussen dingen opsturen... en ook dat als een presentator van een programma zelf... dat zelf even wil inlezen. Ja, dat vind ik niet erg. Als ik ga daar gewoon een stukje zetten... Is dat gebeurd? Heeft zij het ingelezen van tevoren? Nee, zij is niet op dat aanbod ingegaan. Nee. Oh. Maar dan vervolgens buitelt iedereen direct over elkaar heen... met oordelen, maar ook met... Wij trekken onze handen ervan af. En dat is cancelcultuur. De cancelcultuur. Nou ja, bijvoorbeeld... wij wilden veel liever bij Bo zitten. Nee, dat is niet waar. Maar wij nee, maar afscheiden van Katja. Ik wil nog iets meer vertellen over Martijn. Edson en ik mochten aanschuiven bij Bo. Maar Martijn, niet dat hij zelf nou per se wilde gaan... maar was ook niet welkom, want een RTL 4-programma... dat is toch echt... Oh, dat kom ik nu achter? Oh, ja, dat is allemaal nog erger. Maar Katja, ben jij nog welkom bij RTL? Ja. Ik ben welkom bij... Misschien nu niet meer, maar... nee, toen wij vertelden... we gaan dit programma doen. Martijn en Edson zouden dit altijd al gaan doen. Het is ook wel heel toevallig inderdaad dat deze drie mensen bij elkaar komen. Ja, maar jij kan overal binnenkomen, Edson, want jij hebt niks op je kerfstok staan. In TV Land wel, maar het is natuurlijk wel grappig dat wij... Maar TV Land bedoel je dat programma Gewoon Bloot? Ja, ik ben overal welkom. In tegenstelling tot even genoeg omroeppolitiek, denk ik, want dat is misschien leuk voor insiders. Over cancelcultuur, dit programma wordt uitgezonden bij Poont. En Thierry Baudet, die dus niet zo blij was met de column van Martijn bij Eva Jinek. Die heeft meteen getwitterd... oh, je kan hier via mijn Twitter-account... kan je abonnement bij Poont opzetten. Om maar aan te geven hoe ver dit soort dingen gaan.